is maandag 6 februari. Dit is het TV West Nieuws vanaf wel een heel bijzondere locatie zoals u ziet. Dit zijn de Nieuwkoopse plassen, dichtgevroren. En ook hier heerst de ijskoorts, zoals in de hele regio. En daar gaan we het natuurlijk in deze uitzending over hebben. Want ja, de schaatsgekte heeft definitief toegeslagen. Dat straks. Nogmaals, veel meer hier vanaf het ijs. Maar eerst natuurlijk het belangrijkste nieuws van vandaag. En dat is meteen treurig nieuws. Het gaat om een ongeluk op de A35 gisteravond bij Almelo. Daarbij zijn 4 mensen om het leven gekomen. Waaronder 2 broertjes van 7 en 8 jaar oud uit Zoetermeer. De 2 broertjes zaten in een auto die gisteravond op een andere wagen botste. En daarna op de kop in het ijskoude water belandde. Ze zijn snel door duikers van de brandweer uit het water gehaald, maar hebben het ongeluk niet overleefd. Bij het ongeluk zijn ook de moeder, vader en oudere zus van de broertjes gewond geraakt. De vader van het Zoetermeerse gezin is inmiddels uit het ziekenhuis ontslagen. De Nieuwkoopse plassen op deze maandagmiddag in februari. En u ziet het, er zijn wat routes uitgezet. Ja, er is wat last natuurlijk met de sneeuw op het ijs. Maar er wordt toch volop geschaatst. En ja, een van de iconen natuurlijk als het om wedstrijdschaatsen gaat in Nederland is Henk Angenent. Niet eens zo ver hier vandaan, komt uit Woubrugge. Is de laatste winnaar van de Elfstedentocht. En natuurlijk is dan de vraag, gaat die Elfstedentocht er komen? Nou, misschien wel. Hè? Daar willen ze nog een beetje slag om de arm houden. Maar Erik Kooijman, onze schaatsexpert bij TV West, heeft Henk Angenent vanmorgen gesproken. Ja. En die was al in alle staten, of niet? Ja, ik stond heel even bij hem, maar hij kreeg in een kwartier ongeveer 50 telefoontjes. En hij was ook met zo'n apparaat aan de slag, samen met zijn ijsmeester. Dat is iets verderop bij de Weide A. Dat is om te meten? Dit is om te meten. En hij meette 8,5, 9 centimeter op de Weide A. Want hij wil natuurlijk die Henk Angenent Classic gaan door laten gaan. Ja. Want stel dat de grote tocht niet doorgaat, dan heeft hij wel daar bij Woubrugge Hoogmade heeft hij zijn 200 kilometer tocht. En dat was vanmorgen een mooi tafereeltje. Nee. Ja, nou is het. Nou, weet ik hier, hoor. 11. Maar dat is met sneeuw erbij. Ja. Dus dat. Nou ja, dan zou je bijna zeggen dat er wat kan willen. Ja, kijken we. Zullen we even naar de andere kant lopen? Reden voor optimisme dus. De vraag is alleen wat er in Friesland gaat gebeuren. Daar moeten alle andere wedstrijden rekening mee houden. Dat is alles bepalend. Kijk, het was eerst alles bepalend de NK. En daar gaat de rest omheen. En nou is natuurlijk alles bepalend wat er in Friesland gebeurt. Ja, goed. Als het natuurlijk echt naar uitziet dat niet gaat lukken. Ja, goed, dan kom je in beeld. En op het moment dat hij daar wel gaat lukken, dan moet je gewoon een paar dagen daarna gaan zitten. En dan moet je maar eens de revanchewedstrijd zien. Ik wilde eigenlijk om het uit te stellen. Dus dat is niet vanavond. Voor wedstrijdrijders zijn het spannende tijden. Ik denk dat iedereen redelijk, in de stress schiet, zeg maar. Ja. Ja, maar ja, dat hoort er ook bij. Dat weet je. Is dat een mooie stress of is het een... Ja, ik denk dat er ook jongens bij zijn. Die zakken natuurlijk door de grond in dat ze te weinig getraind hebben. Of weet ik veel wat, of ziek of zeer. Of ja, dat brengt natuurlijk stress met zich mee. Maar ja, goed, er zijn ook een hoop jongens erbij die zeggen van ja jongens, we zijn er klaar voor en we gaan ervoor. Dus dat hou je toch. En zij zijn vast in training voor de toertocht. Ja, dus nog even de vraag dus of het doorgaat. Moet Henk Angenent, die heeft er zin in. Iemand anders, ook een icoon uit de Nederlandse schaatssport, is Jens Switzer. Ja. Hij had succes afgelopen zaterdag op de Weissensee bij de alternatieve Elfstedentocht. Ja, mooi verhaal. Het is een hele grappige jongen. En zijn broer die reed al afgelopen winters reed heel goed op natuurijs. Dat was Ralf Switzer. En Jens die hing er altijd een beetje tegenaan. Maar die heeft afgelopen zaterdag in een hele barre tocht is hij in zijn eentje ontsnapt. 30 kilometer. Alleen gereden en ging als winnaar over de streep in Oostenrijk in de Weissensee. En dat was voor hem geweldig. En ik was vanmiddag even bij hem tijdens de lunch. Was hij bij zijn ouders in Katwijk om even op krachten te komen. Afgelopen zaterdag was hij de held op de Weissensee bij de alternatieve Elfstedentocht. Eet smakelijk. En nu geniet hij van de rust in het ouderlijk huis. Blij dat je thuis bent, Jens. Ja, het is wel even een rustmomentje. Ja, ja. Kan je gewoon even je verhaal kwijt. En, het was wel hectisch. Het was wel even hectisch, ja. Het was een drukke... Ja, zaterdag was sowieso wel druk na afloop. En dan gisteren al naar huis gereden. Ja, en dan vandaag belt natuurlijk iedereen op. Iedereen wil wat van je. En met een naderende Elfstedentocht is dat ook wel logisch. Mag ik even de kaas, man. Mm-hmm.
Het is lastig om de rust te bewaren, maar Jens doet gewoon zoals hij is. Nou ja, je moet gewoon zelf je hoofd koel houden en de dingen doen die je moet doen. En als die doorgaat, nou ja goed, ik weet waar ik dan moet zijn en er is al van alles geregeld voor de ploeg. Bij de start moet je zijn dan? Ik moet bij de start zijn en op tijd, ja. Maar goed, qua overnachting en dergelijke, je moet gewoon, je weet gewoon waar je dan moet zijn. En ja, voor ons is gewoon belangrijk rust bewaren en niet je kop gek laten maken. Ja, pech voor de schaatsers die een prachtige tocht wilden houden op de Delftse Schie. Want ja, een ijsbreker houdt dat water daar van de Delftse Schie open. Het traject tussen Rotterdam en Den Haag is namelijk een bijzonder belangrijke vaarroute. De Delftse Schie ligt er sprookjesachtig bij. Maar de ijsbreker van Willem de Waard klieft het dikke ijs in stukken. Ik zou je vertellen, het loopt grandioos. Ja? We hebben wel barre rijden meegemaakt. Nou, dit is toch ook wel extreem? Ja, het is nou, wat is het nu? 12 graden onder nul? 15. 15 graden onder nul. Ja, het begint lekker aan te koeken en dan krijg ik het naar mijn zin in het bootje ook. De schaatsers, die van deze schoonheid willen genieten, hebben pech. Want het economische belang gaat voor. Jaarlijks varen er duizenden schepen over de Delftse Schie en de Vliet. Met name de containervaart, de vuilvaart, die moet zo lang mogelijk door kunnen blijven gaan. Dus die zijn erbij gebaat dat het kanaal vrij blijft, dat het bevaarbaar blijft. Mooie plaatjes. Prachtig, joh. Het is ook mooi weer. En al die vogels op water. Er wordt nauw contact gehouden met de bewoners van woonschepen. Ze zijn best kwetsbaar. En ja, dit soort grote ijsschotsen die je gaat verplaatsen, ja, die wil je natuurlijk niet tegen zo'n schip aandrukken. Kan zelfs bij wijze van spreken een lekkage veroorzaken. Willem, ik loop in een klein stukje rechtuit, dan maak ik even een kommetje dat je even kan draaien. We zijn net rondgegaan, een rondje van de zaak noemen we dat. Een paar rondjes voor een schip van 50 meter lang, 60 meter breed. En die moet draaien in het ijs. En dan gaan we even rond dat het schip met zijn billen zo door het ijs kan. Maar het schip heeft er totaal geen moeite mee door om er doorheen te lopen. Hij gaat als een zonnetje? Als een zonnetje. Als het mes door een warm mes door koud boter. De ijsbreker van Willem de Waard blijft de komende tijd de Delftse Schie en de Vliet open houden. Ja, wat een schitterende oer-Hollandse plaatjes zijn dit hier in Nieuwkoop. Waar veel ijs op de plassen ligt. En we gaan eens even vragen aan G. van Dam, want je bent van de ijsvereniging hier in Nieuwkoop. Of dat ijs dik genoeg is om toertochten te gaan houden de komende dagen? Nou, ik denk dat de komende dagen nog heel moeilijk wordt om de sneeuw goed weg te krijgen. En de dikte van het ijs is op bepaalde plekken nog maar 7 à 8 centimeter. Dus dat is nog vrij weinig om... Hoe dik moet het zijn? Nou, in principe zou het toch wel 12 tot 15 centimeter moeten wezen. En het probleem is natuurlijk om het sneeuw eraf te krijgen. En er zijn achter het dorp en achter de sluis, bij Zwammerdam, nog wel plekken waar nog maar centimeter of 6, 7 ijs zit. Ja. Dus voorlopig moeten we het even met deze rondjes doen. Heb je zelf al de schaats onder gehad hier op Nieuwkoop? Ik heb zelf wel mijn schaats onder gehad, ja. Niet alleen in de kroeg gezeten hier, want die zit gezellig vol op deze maandagmiddag. Het zou wel lekker wezen, maar ik heb eigenlijk nog maar één biertje in de kroeg gedronken. Dus dat valt tegen. Maar dat komt ook omdat ik pas van het weekend teruggekomen ben van de Wijsjezee. Dus, daar heb je hem gereden, de alternatieve Elfsteden toch? Daar heb ik de alternatieve gereden. Uitgereden? Uitgereden ook nog, ja. Nou, van harte gefeliciteerd. Goed, geniet ervan hier in Nieuwkoop, want nogmaals, het zijn mooie plaatjes. Straks veel meer ijsnieuws hier op TV West. Maar nu eerst kort het andere nieuws van vandaag. In verpleeghuis en woonzorgcentrum Bernardus in Sassenheim is sinds een aantal maanden een te hoge concentratie van de Legionella-bacterie in de waterleidingen. De bacterie is op 5 plekken in het gebouw ontdekt. Volgens een medewerker van het zorgcomplex gaat het om een lichte verontreiniging en lopen de bewoners geen gezondheidsrisico's. Legionella is een bacterie die de veteranenziekte kan veroorzaken. 3 mannen hebben zondagnacht een snackbar-eigenaar aan de Papsalse Laan in Delft overvallen. De eigenaar was net klaar met werken en op weg naar zijn auto. Met geweld vielen de 3 verdachten de eigenaar aan en beroofden hem van zijn dagopbrengst. Bewoners uit de Soetermeerse wijk Zegwaard gaan verder met acties tegen de bouw van een nieuwe moskee. Ze willen bezwaar maken tegen de eventueel af te geven omgevingsvergunning. Deze is nu nog niet afgegeven. De gemeenteraad heeft in november al ingestemd met de komst van de moskee.
Ja, hoog bezoek nu op het ijs hier in Nieuwkoop. De voorzitter van de plaatselijke ijsvereniging, Theo van Dam. Theo, ja, ik vroeg het net ook al aan anderen. Ik ga het aan u ook vragen, want u bent de expert. Kan er hier binnenkort een toertocht plaatsvinden? Nou, dat gaat zeker nog 3 nachten duren. Want er zitten hier plekken van 5, 6 centimeter, maar ook van 8, 9 en 10. Ja. Nu heeft u al heel veel mooie winters meegemaakt hier in Nieuwkoop. Hoe moeten we deze inschatten? Want is dit een hele bijzondere in uw ogen? Ja, ik vind dit een hele bijzondere. Zelfs elke nacht 10, 12 graden vorst, al een week lang en toch in tocht gaan rijden. Nee. Ik vind dat iets bijzonders. Onder de sneeuw vriest het echt niet. Nee. Dat denk ik niet aan. Maar wat is het mooi, hè, hier in Nieuwkoop? Het is altijd mooi. Ja. Ook zonder reizen is het mooi. Ja. En u, met alle respect op uw leeftijd, nog veel kilometers schaatsen hier? Nee, schaatsen zelf doe ik niet meer. Dat heb ik vroeger ook niet erg. Ik liep meer en als medewerker en zodoende ben ik uiteindelijk. Ja. En nu een flesje Berenburg in de binnenzak en gewoon lekker genieten. En gaan. Zo is het. Ja, want Berenburg, daarover gesproken, met de koek en zopie hier in Nieuwkoop, daar zijn ze nogal streng mee, hè? De koek en zopie, want ja, ze zijn vooral erg fel op illegale koek- en zopietenten. Hoe dat precies zit, kijk maar. Volgens mij hebben jullie het druk. Gaat lekker, we gaan beginnen. Raymond Filippo heeft het slim bekeken. Zo. Zijn koek- en zopietent staat op de grens van Alphen en Nieuwkoop. Want daar zijn ze niet zo streng. De gemeente Alphen hebben we gebeld. En die zijn wat makkelijker erin. En in de gemeente Nieuwkoop zijn ze wat voorzichtiger er allemaal in. Dat is wel jammer hoor. In het zonnetje. Zo is dat. Wandelaars en schaatsers zijn niet bepaald te spreken over het strenge beleid van de gemeente Nieuwkoop. Ik heb wel begrepen dat alle vergunningen al vergeven zijn, wat Nieuwkoop betreft. En dat kan je niet zomaar ergens gaan staan. En dat vind ik zo jammer. Het is natuurlijk helemaal bezopen dat je niet op je eigen terrein een koekensopie tent neer mag zetten. Het is wel gezellig. Even kijken hoor. Zullen we die aan de andere kant zetten? Schaatsen en koek en zopie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Raymond Filippo heeft zijn warme choco en erwtensoep al klaarstaan. Maar zopie is toch niet met een S? Dus de eerste keer met een S is het. De speciale is inderdaad Arend en Veens is dat. Ja. Is dialect. Even uitpuffen? Ja, behoorlijk ja. Er was niks mis mee hoor, op zo'n manier uit te puffen. En het is hier prima geveegd. Fantastisch ijs. Hier hoefden we niet voor naar de Wijze Zee. De gemeente Nieuwkoop heeft laten weten dat ze streng blijven controleren op illegale koek- en zopietenten. Heerlijk. Ja, en dan natuurlijk de vraag, blijft het zo koud de komende dagen? En we zijn blij dat hij hier is, want je hoort hier onze eigen weerman Huub Mizee. Huub, Elfstedentocht is vandaag te sprake gekomen. Nou, daar willen ze nog geen beslissing over nemen. Hier in Nieuwkoop twijfelen ze ook nog over toertochten. Maar jij kan ze in ieder geval helpen aan de voorspelling of het blijft vriezen. Ja, nou en of. Kijk, je ziet de heldere hemel om ons heen. In het westen zijn een paar kleine wolkenvelden. Dat stelt niet zo gek veel voor. Die kunnen vannacht misschien langs de kuststrook trekken. Voor de rest is het helder. En dan kan je met zo'n sneeuwdek toch temperaturen onder de min 10 graden vannacht verwachten. De wind is vrij zwak, blijft die ook vannacht uit een oost-zuidoostelijke richting. En dan morgen, ja, de zon die komt er weer geregeld bij. Misschien is er een enkele aanvriezende mistbank. Voor de rest ook morgen een wat toenemende oostenwind, dat gaan we wel merken. De wind die wordt matig tot vrij krachtig. En dat gaan we dus weer aan die gevoelstemperatuur merken. Want morgen overdag, in de ochtend strenge vorst. Morgenmiddag matige tot lichte vorst, rond de min 5. Dat is toch wel koud, daar gaat het ijs alleen maar van groeien. Ja, jij bent echt in je element. Het maakt jou niet uit dat hier min 5 is nu, hè? Nee, natuurlijk. Nee, het is een hele bijzondere februari maand. Dat maken we maar heel zelden mee. Dat we na een winter die eigenlijk eerst niets voorstelde, toch plotseling toch weer een koude februari maand krijgen. Dat hebben we in het verleden eigenlijk alleen maar in 1956 gehad. Dat was zo'n unieke maand. Ik was toen nog niet eens geboren. Nu maak ik het min of meer een beetje hetzelfde mee. Dit is fantastisch. Ja. Nou, we gaan niet Oekmon zeggen, dat is een andere weerman. Maar wel even kijken hoe dik het ijs nu is, dat kan je ook aangeven. Nou ja, ik heb hem gekregen van de ijsmeester. Ik meet normaal geen ijsdiktes, ik meet sneeuwhoogtes. Maar het staat hier bij de 8 centimeter. Ja. Dat is plaatselijk, ik zeg er wel meteen bij. Mensen die schaatsen moeten altijd blijven oppassen. Er was vorige week veel wind. Op de ene plaats kan het 8 centimeter zijn, op de andere maar 3. Dus hou daar rekening mee. Goed. Wijze tip nog van Huub Mizee, jij ook uitkijken dan Huub. Tot zover deze bijzondere uitzending op een bijzondere locatie. En blijf TV West volgen voor al het nieuws over de kou en het ijs ook in de komende dagen. Hierna Tiswat onder andere en natuurlijk ook TV West Sport. En wij zijn er morgenochtend weer vanaf 7 uur met het TV West ochtendnieuws. Graag tot dan en geniet ervan.